Gert, er is heel veel gebeurd de afgelopen dagen. Met als belangrijkste verandering dat Wiljan Vloed geen technisch directeur meer is, maar Leo Beenhakker. Wat vind je daarvan? Ja, ik heb je net al gezegd, Sinclair, dat ik wil praten over het voetbal en de wedstrijden. En nou goed, jij hebt toen gezegd tegen me, ik moet het toch even vragen, Gert. Maar ik wil praten over de wedstrijd van morgen en daar wil ik eigenlijk niet over praten. Dat respecteren wij. Denk je wel dat door zo'n beslissing de druk op het elftal een beetje afneemt? Ja, dan wil je toch via een andere weg dat ik daar weer wat over wil gaan zeggen. Nou ja, goed, weet je, de druk bij ons is gewoon dat we punten moeten pakken. Dat verandert niks aan de situatie. Voor ons is het zo, en dat realiseer ik me, en de jongens ook, dat we in een hele slechte serie zitten. Voor ons zaak om ons ding te doen, om eindelijk eens punten te pakken. Niks des aanzien der persoons, maar had je wel het gevoel dat de onrust en het publiek, wat heel negatief is, dat dat wel als een deken over het elftal heen lag? Nee, ik ga bij mezelf te raden. Ik heb mezelf geëvalueerd en de jongens, de nieuwe trainer heeft gekozen voor een aanvallende strategie. Want ik praat over het voetbal, dat is niet gelukt. Door allerlei omstandigheden wilde ik eigenlijk met je over praten. Hè, van de aanpak vanaf moment 1 dat ik begonnen ben is toch wat meer naar voren te voetballen. Wat meer gericht op Johan Voskamp. Nou, Johan is door blessure en schorsingen weggevallen. Jeremy de Nooijen, een speler die heel veel het spel moet leiden, vanaf het middenveld is weggevallen. Daardoor zijn de prestaties de laatste week, vind ik, niet wat het moest zijn. Sterker nog, we hebben te vaak en te veel verloren. En de druk, ja, er is hier altijd druk. En door wie dat kwam en komt, dat is in de laatste jaren nog eenmaal zo. Maar ik kijk eigenlijk naar hetgeen toen ik binnengekomen ben. En dat stelt mij ook natuurlijk heel erg teleur. En ik zoek daar naar oorzaken, maar ik moet het voetbalspecifiek benaderen, Sinclair. Ga je daardoor misschien het over een andere boeg gooien, nu je dat geëvalueerd heeft? Nou ja, goed. Ik wilde eigenlijk, en dat wil ik nog steeds met Sparta, aanvallend en goed voetbal spelen. Maar het gaat uiteindelijk natuurlijk om punten pakken. Nou, dat doen we niet. En met die aanvallende strategieën is het tot nu toe niet gelukt. Dan moet je als coach moet je de boel analyseren. En ook nog in de wetenschap, Sinclair, dat Johan Voskamp er niet bij is. Ja, ben je wel genoodzaakt om misschien wel op een andere manier de dingen te gaan aanpakken. Ik wil niet vragen of je het hem kwalijk neemt, maar een spits die zo vaak geschorst is, dat is toch een beetje vreemd, hè? Ik neem niemand wat kwalijk. Het is nu, natuurlijk nu zo dat hij geblesseerd is. Dat is ook natuurlijk balen. Daar baalt Johan van, daar balen wij van. Ik blijf van mening, Sinclair, dat de rode kaart van tegen Willem II vond ik zwaar overdreven. Dat Johan in het voortraject in de eerste helft van de competitie veel kaarten heeft gekregen, ja, dat is nu eenmaal een gegeven. Maar ik geloof dat iedereen en ook Johan hier zijn stinkende best doet. Hoe denk je Sparta wel weer aan in ieder geval de punten te gaan helpen de komende week? Ja, goed, weet je, in de Super League ontlopen de ploeg elkaar niet veel. Het is heel duidelijk, dat heb ik wel vaker gezegd. Het moment dat we weer gaan winnen en een paar keer gaan winnen, dan moet je ook in staat zijn met deze selectie, met deze groep, om gewoon een serie neer te zetten. Alles valt of staat ook vaak in het voetbal met een stukje vertrouwen. Het vertrouwen is broos, er is ook al heel wat over gezegd, maar dieper kunnen we denk ik niet. Hè. We hebben echt, afgelopen zondag vond ik, dat was wel echt een dieptepunt. Ik denk, als ik ze toch bezig zie, met het fit worden weer van een aantal jongens, wat ook wel weer een kwaliteitsimpuls geeft aan de groep, dat we het wel voor elkaar krijgen. Wie zijn er verder niet bij? Je zegt al Voskamp niet. Wie kunnen er nog meer niet spelen? Nou ja, ik had even het lijstje meegenomen. En het brilletje, want ja, de tand destijds slaat ook bij mij toe. Maar ik heb hier even het lijstje bij me. Nou ja, we hebben natuurlijk vooral voorin met Johan Voskamp, Van Hout en Langendijk. Drie aanvallers die er niet bij zijn. Nou, ik heb al gezegd dat Jeremy de Nooijen voor ons wel een belangrijke jongen, die top nog steeds met zijn Achillespees. We hebben natuurlijk ook Daniel Bessa, die nu eindelijk fit lijkt. Volgende week hopelijk zijn eerste minuten gaat maken in Jong Sparta. Want die is natuurlijk ook een tijd er niet bij geweest. Dus die zijn er niet bij. Nou goed, en de rest wat er is, is toch een behoorlijke groep. Waarvan ik denk van joh, daar moeten we toch de punten mee gaan pakken.